Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag is het... Wat is de datum? Help me of de datum is. Wacht. Het is vandaag 10 augustus. Ik heb het even nagekeken. En vandaag ga ik met mijn moeder, mijn tante en mijn zusje naar Les Chevaux. Dat is een meneesje in Drenthe. En daar hebben ze ponykampen, maar ook vakantiehuisjes. Dus we gaan een weekendje naar het vakantiehuis. Dat doen we nu al 4 jaar volgens mij. Dat doen we dan Scheffermeidenweekend. En dan gaan we daar lekker elke dag buiten rijden. En ik heb dan... vrijdag ook nog privéles, dressuur. En daar heb ik echt heel veel zin in. En ik heb de GoPro ook bij me. Dus en Rebecca gaat mee, mijn moeder en natuurlijk op Rebecca. En dan neem ik jullie mee in dit avontuur. Ik weet niet hoeveel ik ga vloggen. Aangezien het best wel, niet per se druk. Maar misschien een beetje ongemakkelijk is om daar te filmen. Aangezien het daar niet helemaal bekend is en zo. Dus ik dacht, nou, ik probeer het in ieder geval. Anders krijg ik niet zozeer de beelden van... buitenrit te zien en dan vertel ik voor en na in het huisje of zo gewoon. Dus ja, veel plezier bij het kijken van deze vlog. Hey, Lil, Lil. Hey, Mary. Schat. Hey, Blue. Hey, jongen. Hey, hallo. Hey, Reus. Ik ben bang dat jij niet mee mag. Nee, jij mag niet mee deze keer naar Drenthe. Nee, jij mag niet mee. Maar helpen jullie ook mee, mama? Ik heb een volger. Oh, je bent zo lief. Hé, hey, jongen. Als je slim bent, blijf je staan. Ja, wees maar slim. Goed zo, Baloo, blijf maar staan. Dag vriendje. Tot zondag. Goed zo, Mary. Kijk. Kijk, zo doen we dat. Zo hoor. Thank you.
Ja, denk ik ook. Kijk, het zal die nog over is hier boven. Hier met de buurman of zo. Veel appjes. Zo, Mary. Waar heb je zo'n meisje? Nou, niet meteen nu. Oh, Mary. Nou, we zijn nu de paard aan het opstaan. Dit is mijn paardje voor vandaag. Het is High Five. En hier, ik heb bijna twice van ponykap nog. Ik heb ook al vaak afgereden. En daar is Roosje. Met Pipi. We hebben net lekker een buitenritje gemaakt. Aan het begin, voordat ik wakker ging, regent het echt super hard. En toen zijn we pas gaan rijden natuurlijk, totdat het een beetje wat minder miezer en zo. En een beetje miezer gehad onderweg en verder geen regen. En het begint nu weer te regenen, weer terug zijn. Five staat weer lekker op stal en te eten. Hé, meisje. En oh, wat kan ik toch genieten op het paard. Afgelopen paard heb ik ook al vaker op door gereden. En oh, wat een heerlijk beest. Ik heb vroeger Z-cross gelopen. Dus ze kan heel fijn galopperen buiten. Lekker handgaloppie, lekker gecontroleerd. Dat is echt heel erg fijn. En dan gaan we zo even boodschappen doen. En dan gaan we na doen. Gaan we avond eten. En dan is morgen een nieuwe dag. Hey. Kijk erbij. Klaar voor de buitenrit van vandaag. Ja, 5. Mag weer op 5. Yeah. Wie slaapt? Stal. Lachen, Roos. Lachen. Lekker genieten zo. Wat? Ja, mooie oortjes. Lekker oortjes, hè, die oortjes. Blij paard. Thank you.
Ja, super. Want daar wil ze van achter mee komen. Daar is ze bijna. Die lijn hoor. Ja, blijf je iets aanvoeren. Dit moet onderhouden. Ja, echt teugel. Doe je er echt twee maal een keer aan. Nog een keer even. Ja, precies. Voel je dat? Daar blijft ze eigenlijk in die rechte schouder hangen. Lijn door, kijken. Leg de teugel erbij. Recht maken en dan een keer een pasje opzij rijden. Ja, goed zo. De laatste stukje, twee stukjes beter. Eerste stukje vergat ze de achterhand. Laatste dan ze dat beter mee. Keurig. Moet zo ja, gaan. Juist. Keurig. Dan gaan we vooraan. Binnen weer in gaan voeren. Buiten weer bij aanduwen. En dan leggen we daar. Goed zo. Nu in de brand op je doorbrengen. Want merk dat ze nog steeds iets weg van zijn voeten, zeg maar, als je aanraakt. Ja, mooi gedaan. Doorstappen. Goed zo, ja. Graag een stap ook maar weer om. Uit de teugel daar. In de been. Ja, goed zo. Graag maar een keer door. Dus hier denkt ze ook. Nou, morgen misschien. Goed zo. Pinhand weer naar je knie. Goed zo. Zodra zij daar los wil laten, kun je wel ontspannen. In de teugel weer testen of je die al los kan laten. Of zij dan ook stopt met hem hangen. Ja, weet. Goed zo. Keurig. Juist. Dan gaan we daar kijken of we hier weg kan gaan. Mag ik doen? Dat is moeilijk, hè? Goed zo. Ben je dit aan het Ja, laat maar wachten, Dat is juist wat voor, hè? Ja, weet je, voel je dat? Daar gaat hij in het me door. Dat is keurig. Kijk, daar wil ze ook op je wachten. Super, maar dan merk je dat ze niet eigenlijk al een duwtje en een doosje wegdraagt, maar dat ze echt zoek overgaat van stap naar brug. Dat is netjes. Verandert daarheen. Zo, en dan weer eens doorzitten. En dan weer eens naar de lucht. Ja, mooi gedaan. Mooi, super. Maar de teugel voorbij. Kijk maar of je deze kant niet rechter kan maken. De rechter kan stellen bij jou, of niet veel buiten zullen rijden. Ja, dit is netjes. Nee, niet zo over een stukje binnen hoeft dat met. Wat zeg je? Ja, maar ze is nu ook van jou, merk je dat? Ja. Zo ja, en dan merk je hoe je dat vindt, hè? Valt ze gelijk weer naar de hoefslag. Kijk, als je met je binnenbeen heel iets aan kan voelen om het ritme te benadrukken. En de sprong te onderhouden. Juist, daarheen. Weer iets terecht gemaakt voor jou te doen. Zeker op de rechterzijde. Je zorgt dat het hoofd voor de rest van de lijn komt. Juist, daarheen. Goed zo. Super, Floor, mooi. Draai je zo een klein pasje naar voren. Ja, klopt. In je lijn weer naar voren te gaan. Goed zo. Denk goed weer aan je buitenteugel. Nou, dus draag op. Ja, keurig. Dan de teugel aanhouden. Dan ga je naar boven. Ja, nog wel ietsje meer. Iets meer erbij. Het grondtempo doen we zo iets hoger leggen. En nou een keer duidelijk naar boven. Juist daarheen. Nou de rol vangen, maar met je benen sprong maar blijven geven. Anders valt het in de hoofd. Ja, daar naartoe. En als het een keer wat brandt, zet je een keer op de poten. Buiten teugel eraan houden, dus het niet over de schouder wegloopt. Ja, goed zo, draag maar een keer door, doe je binnenhand bij iets van de hals. En let op de druk op je buitenteugel, hou je buitenteugel er ook niet bij, dat het wind recht door de mond blijft liggen.
20. Ja, dit is heel keurig, Roos. Dan heb je goed. Vering in je knie. Nog een keertje. Juist. Goed zo. Super, nu ook weer goed voor je zitten. Oké, okay, dit keer opnieuw aan proberen. Gelijk weer voor in taal les gaat dit rijden. Yes. Super. Oké, okay, ga je weer even terug naar de trap. Doe je tot stop. Ga je zo meteen zitten staan, zitten staan. Mooi, even doorrennen. Goed. Zo goed voor in taal. Ja, goed voorin zitten. Door je knieën zakken. Vanuit je knieën uitduwen. We zijn weer terug in het huisje. We hebben nu de buitenrit gehad. Helaas deed de GoPro het niet. Dus die heb ik niet op kunnen doen. Mijn haar zit voor geen 1 meter. Oké. Okay. Daarna heb ik dressuurles gehad. Ook op high five. En toen liep ze ook echt zo fijn. Ik heb echt heerlijk gereden. En ik dacht misschien is het leuk als ik jullie een toertje van het huisje geef waar we in zitten. Ze hebben hier op de manege in totaal 7 huisjes. Waarvan 4, 6 persoons, 1 10 persoons, een 4 persoons en een 2 persoons. En ik zit nu in een 6 persoons huisje, het is huisje A1. En het grappige is, dit is het 5e jaar op rij dat we nu dat meidenweekend doen, zeg maar, met van de familie. En we hebben nu alle 5 de huisjes gehad die in dit gebouw zitten. In dit gebouw zitten 5 huisjes, waaronder de 4, 6 persoons en de 10 persoons. En als we met het hele gezin gaan, dan gaan de honden ook mee. En dat is met 10 personen, dus daar zie je eigenlijk net weinig ruimte voor. Maar hier komt de tour. Nou, we zijn dus nu in het huisje. En achter de kamer staat nu mijn zusje. De spiegeldoos, kan je dat filmen? Zie je jou in de spiegel? Nou, als je het huisje binnenkomt, heb je hier de trap naar boven. Daar gaan we zo heen. Daar is de deur naar de woonkamer en de eetkamer. En hier is de badkamer. Die zal ik ook even laten zien. Licht aan. Nou, hier heb je gewoon een prima douche en een wc. Niet super luxe, maar zeker genoeg. We zijn natuurlijk voor de paarden. Nou, en dan heb je hier de woonkamer. Het is een beetje een puinhoop. Maar je hebt gewoon 2 fijne stoelen. Je hebt een tv, al gebruikbaar die eigenlijk nooit. Nou, mijn laptop staat hier, want ik ben mee om dingen te kunnen editen. Dan heb je hier het keukentje met een fijne handige tafel. En dan verder wat je allemaal nodig hebt. En dat is denk ik beneden eigenlijk wel. Zo interessant is het allemaal ook weer niet. En dan gaan we naar boven. Hele steile trap. Maar ja, het werkt. Het doet zijn ding. We zijn boven. En dan heb je hier 4 bedden. Waar mijn zusje slaapt, dat daar in de hoek. Ik slaap hier boven met gewoon een stopcontact, alles wat je, allemaal prima. En dan slapen hier mijn tante en mijn moeder. Misschien wel zo sociaal, maar niet om een beeld te brengen, Roos. En dat is eigenlijk hoe simpel het huisje is, maar ja, de bedden zijn goed. En daar komen we voor natuurlijk, want dat is het belangrijkste. En dan de paarden. Dus als je hier door het raampje heen kijkt, dan kan je de bak zien. En dan daarachter zijn de stallen al. Dus we zijn nu eigenlijk gewoon op locatie van de manege. Dat is wel super chill. Dus dat was de house tour. Welcome to my MTV crib. ja, dat is. En dan hier verblijven we een weekendje.
We zijn weer terug van de buitenrit op zondag. Vijf zit hier naast mij lekker te eten. Hoi meisje, hallo. Dat is gek. En ik heb het laatste stuk ook voorop gereden. Gedraaid het bos uit. Schrikke mees. En teruggestapt naar de manege. En ik heb echt zo lekker gereden. Ik heb nu dus alle dagen in het weekend op High 5 gereden. Dat is echt mijn favoriet hier. Wat een heerlijk paard. Ik kan zo fijn met haar rijden. Dus ja, ik heb echt weer genoten dit weekend. En dan gaan we zo even lunchen. Het huisje opruimen. En dan Rebecca de trailer. En dan gaan we dan weer terug. Hallo. We zijn niet bij het parken. We gaan even het park voeren. Met onze restjes. Sla. En daar is de bak. En daar is het parken. En hier is het hek. Hallo parken. Gaat nog heel veel parken. Hallo. Hey. Hallo. Kijk, hey. Oh, Dukt. Oh. Go Roos. Nu valt het op het parken. Ja, de helft van het toch naast. Park gaan de kant aan. Oké, okay, zo. Ik ben natuurlijk succesvol. Ja, het park heeft eten. Kijk! Mini paardjes! Ik weet niet meer hoe deze heet, maar deze is heel lief. En oh, Bram is kwijt. Brammetje! We hebben nog een kleintje en dat is Brammetje. En ik één keer toen ik hier pony kan bassen, hebben we Bram gepimpt mijn pony. Toen was het een piraat geworden. Bram! Brammetje! Zet een hulpje. Kom maar! Oh, daar is de ezel. Lisa de ezel. Hallo, Bram. Vind je niet zo lekker, meis? Bram, kom eens. Klaar. Hallo, spikkelpony. Is spikkelpony. Mijn broek is niet eetbaar. Het is heel pluizig allemaal. Pluizig pony. Ik ken hem hier. Ze hadden hier ook nog geitjes, maar zijn de geitjes niet meer. Hallo. Kijk dan, ze hebben een eigen bed. We hebben een eigen bed. Hallo Spikkelpony, ben je hi, niet? Lisa. En Brammy. Hoe heet dat weet ik niet meer. We zijn dus de kleintjes te aaien. En dan gaan we zo weer verder kijken ons huisje. Zeg maar de huisjes. En dan is daar de bak en daarachter de stallen en zo. En dan hier de weilanden, de paarden. Dat is allemaal heel leuk. Goeie Roos. Hallo. En dan gaan we net een goed weg op buitenrit. En helemaal daarachter aan die stal. Bij die halflinger. Daarnaast staat High 5. Lord, het is een kleine ponyrit. Kleine ponyrit. Brammy! Super pluizig in de winter. Nee, is nu super kort. Wacht je om nu te druk zijn. Maar... ja. Ik denk dat we helemaal terug moeten gaan, Roos. Er is ook een extra begeleiding bij. Ik kan... ja, ze ja. Ja, hartstikke soepel.
ondertussen is het 22 augustus en ik wilde de video gaan editen, maar ik bedacht me dat ik helemaal een outro heb opgenomen. Want toen ik terugkwam op stal, heb ik Mary uitgeladen, maar ik was vergeten. Nou, ik wou het filmen, maar ik had verkeerd geklikt, want ik kan het ook niet opnieuw filmen. En dan was het, nou, ze namen ook alles opruimen, want we waren allemaal hartstikke moe. We waren rond 6 uur pas thuis natuurlijk, want we waren nog soms op buitenrit geweest daar. En dan best een stukje terugrijden naar Drenthe, naar waar wij wonen. Het is denk ik net geen 2 uur met de trailers. Misschien ook wel langer. In ieder geval, het is best een stukje. En ja, toen waren we eenmaal terug. Hebben we lekker gebarbecued met z'n allen. Dat was heel erg lekker. En ik wil eigenlijk daarna ergens de outro opnemen. Maar toen zijn we nog weer van gekomen. Dus hierbij. Ik hoop dat jullie dit weer een leuk vonden om mee te gaan dit weekendje naar Les Chevaux in Drenthe. Als jullie nog een leuk vakantieplekje zoeken, ik raad het zeker aan. En wat doet mijn haar? Ze hebben ook verschillende andere leuke arrangementen. Dit is niet gesponsord trouwens, maar ik ben gewoon, ik kom daar heel erg graag. En ze doen het zeker om nog meer klanten te krijgen. Dus als jullie het zien, graag gedaan. Nou, tenminste, zover kan ik de video's ook weer niet bekeken. Maar ja, alsnog. Ik heb een heel leuk weekend gehad. En ik heb heel fijn gereden op High Five de hele tijd. Dus ik hoop dat het leuk was. En als het goed is, als deze online komt wanneer ik wil, ga ik volgende week iets heel erg leuks doen. Iets ophalen. En vertel ik jullie daarna zo snel mogelijk wat dat iets is. En wat dat betekent voor de toekomst van dit kanaal. Laat in de comments achter wat jij denkt dat het is. Dus hieronder. En vergeet niet een likeje achter te laten als je het weer een leuke video vond. En te abonneren. En op het belletje klikken als je enkele video van mij wilt missen. Want ik ben zeker van plan om video's te blijven maken. Want ik vind het echt heel erg leuk. En daarbij is mijn kanaal echt best wel heel erg gegroeid. Voor de vakantie heb ik nog maar 40 abonnees. En nu heb ik er 70. Omdat ik de outro opneem. Echt heel erg bedankt allemaal. Ben ik echt heel erg blij mee. Dus hoop en tot de volgende video dan maar.